Ja, Frans van Gesthuizen, trainer van FC Os. Dit is echt een enorme kater, denk ik. Ja, dit is een collega van jou zei net, dat is de gifbeker met een dubbele bodem. Hoe komt dit? Heel simpel, zij maken 4 goals en wij maar 3. En we zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dan vallen ze ook nog op zo'n manier binnen met die laatste met een eigen goal. Wel typerend in de fase en op de plek waar we nu staan en de fase waarin we nu zitten. Ja, als je dan tegenwind hebt, dan krijg je hem ook goed volgens mij. Ja, als je kijkt uiteindelijk naar het resultaat en de manier waarop, absoluut. Alleen ja, als je kijkt naar de wedstrijd, ja, dat is misschien trainerstaal, maar jij hebt toch gekeken. Heb ik ook hele goede dingen gezien. De eerste 20 minuten naar rust waren echt geweldig. Ik kwam me goed terug van een 2-0 achterstand, want ik ga er maar aan staan, de fase waarin wij zitten en de tikken die dat was knap. Tikken die we hebben gehad. Ja, tikken 2-0 tegen niet een ballenteam, uiteindelijk een titelkandidaat bij wijze van spreken. Komen terug, ik denk ook nog verdiend. Ja, in de tweede helft kantelt die wedstrijd. Fase vlak voor tijd, dat zij wat meer druk geven, wat wisselen met snelle buitenspelers. Wat minder grip, kan wat minder aan het uitvoetballen toe. Ja, dan hoop je toch zo'n wedstrijd over de streep te trekken. En dan valt hij echt lullig met een eigen goal binnen. Ja, want met 3-3 hadden beide ploegen denk ik kunnen leven. Als je naar het spelbeeld kijkt. Volgens mij was dat geen verkeerde uitslag geweest gezien het spelbeeld inderdaad. Ja, jammer voor FC Os, maar ook jammer voor jou. Hè? Want ja, de druk neemt wel een beetje toe, heb ik het idee, op jouw persoon als trainer zijn. Als ik zo de supporters hoor en er was ook een spandoekje laatst, dat soort zaken. Ja, kijk dat het zo werkt in de voetballerij, dat weet ik. Hè. Dat je sportief niet staat daar waar je wil staan. Ondanks het feit dat wij ook niet op de 5e plek gaan komen te staan. Hè. Moeten we wel in perspectief zien. Daar baal ik ook enorm van. Maar, en dat de sporters teleurgesteld zijn, dat snap ik ook nog wel. Alleen ja, het spandoek vorige week, dat vond ik in die zin gewoon wat te intimiderend en te persoonlijk. En ja, misschien wel zelfs op ja, stond dus op van, als er niks verandert, dan komen wij in actie of zoiets. Ja, met doodstekens en 2 mensen met maskers erbij. Dan, kijk, als je een spandoek ophangt, dan kan ik nog wel. Hè. Ik bedoel, ik ben ook teleurgesteld en dat snap ik nog wel. En de sporters ook. En ja, dat was wel heel persoonlijk op ons. Hè. Er stonden meer mensen op. Ja, intimiderend. En dat vond ik in die zin. Ja, heb ik daar gewoon een heel moeilijke, lastige week mee gehad. Want uiteindelijk lees je vrouw en kinderen lezen het ook. En dat is heel vervelend. En in de voetballerij is het zo, als je geen resultaat haalt, dan staat de trainer onder druk. Kijk, als mensen binnen de club vinden dat anderen dat een andere beter kan, ja, dan hoor ik dat. Ik zie nog voldoende perspectief. Zeker na vandaag. Nou ja, zeker na vandaag, maar ook na vorige week Cambuur verlies je ook. Maar ook als je die wedstrijd ziet, had er ook iets meer in gezeten. Dus ook na vandaag, we hebben het niet over een Habibabi tegenstander noem ik maar. Gewoon een prima tegenstander. Die denk ik ook wel zoiets hadden van, nou dat is toch wel een betere ploeg als dat we gedacht hadden vooraf. Ja, dan moet de gifbeker, waar ik mee begon, moet helemaal leeg. En dat is balen, voor de jongens ook balen. In dit geval voor Justin, die hem zelf binnenkopt. Heel vervelend, die goede wedstrijd speelt. Ja, kloten, we moeten door.